Door Vonk, dan is er geklooi achterin door Brands bij RKC. Dan heeft Furens een enorme kans, maar dat wordt dan niets. En Stevens ziet dat het inderdaad niet goed gaat met zijn ploeg. Dit is in de tweede helft van de wedstrijd, Babangida. Die lijkt op drift en dan gaat hij met daar gestrekt been op zijn tegenstander af. En dat is een tweede gele kaart van de wedstrijd. Dat betekent dat de Nigeriaan van het veld moet. Scheidsrechter Takac is onverbiddelijk. RKC. Hier wordt Clyde Wijnhard gevloerd, vastgehouden als een shirt. Ja, dat zegt Takac ook. Het is geel door Danny Hesp. Dat is een strafschop tegelijkertijd voor RKC. Die wordt genomen door Petrovic en dat doet hij goed. Gericht. En dat is 1-0 voor RKC dat daarvoor in de hekken gaat. Danny Muller, 10 minuten na dat doelpunt. Danny Muller kijkt op links en ziet Clyde Wijnhard die prachtig 2-0 binnenkopt. RKC wint weer en Roda verliest opnieuw.